video gaan posten. Daar vandaag gaan we de tekening van het petekindje wegbrengen. Hij heeft heel zijn best gedaan om dat te kleuren. Ik ga het even zo laten zien. Dit is de tekening. Je ziet hoe mooi hij die gekleurd heeft. Dat is echt wel prachtig. Dus we gaan die nu wegbrengen naar de winkel. Hier staan alle winkels op waar je ze kunt binnenbrengen. Dus dan gaan we dat ook gewoon doen. Hè. Ik ben eens benieuwd wat ze kunnen winnen. Het staat op dat ze dit vulde gegevens aan, zo de tekening uiteraard, voor 10 december 2021 bij een deelnemende winkel achter zij de kans op een leuke prijs. Dus dat gaan wij sowieso doen. Ik weet niet wat ze kunnen winnen. Maar misschien krijgen ze ook wel iets extra erbij, dat weet ik niet. Dus daarmee dat wel belangrijk. Maar omdat Enzo er zelf niet bij is, gaan we dat vandaag wel vloggen, zodat dat later dat kan terugzien dat Peter zijn tekening toch heeft gebracht. We gaan de les ook even moeten kruisen, denk ik. Dat gaan we ook eventjes doen ondertussen. En dan gaan we wel zien wat hij krijgt. Ik zal het sowieso wel laten zien. We zijn in de Stationstraat. En we gaan dat nu gaan brengen bij een winkel waar dat je dat kunt brengen. Dat is benieuwd eigenlijk. Ik weet niet goed wat je gaat. Ik denk dat je dat echt wel op prijs gaat vinden. Ja, maar ik wil het toch binnenbrengen. Ik heb zoveel moeite gedaan om te kleuren. Dus is het niet meer dan normaal dat we dat binnenbrengen. Dus we gaan alles opnieuw doen. Dus we gaan wel zien waar en zo dat we dat kunnen binnenbrengen. Het is wel een beetje zoektocht. Maar het komt helemaal in orde. Het valt eigenlijk nog wel mee, gisteren was het kouder om buiten te lopen dan nu. Dus dat valt eigenlijk nog wel redelijk goed mee eigenlijk. Ik ben er wel blij mee. Het doet zo goed. Nog eens. Ik moet nog een briefje schrijven, want had ik hem ook nog beloofd, een briefje voor de Sint. Dat zou ik ook niet doen. Zeg, ik vind het gewoon dat je versierd is allemaal gekomen. Dat is echt wel mooi. Er is van alles op waar je dat kunt binnenbrengen. Dus gaan we dat gewoon doen. Hier kun je dat ook binnenbrengen, dus dan gaan we dat hier binnenbrengen. Eerst mondkapje op, want anders kom je niet binnen. We staan nu in deze winkel en dan gaan we dat binnenbrengen en zo. Peter gaat dat binnenbrengen voor jou. Hallo, ik kom de tekening afgeven. Ah, dat is goed, mevrouw. Ik ga even snel hier. Ja, geen probleem. Ja, ligt het hier maar op. Dat is heel goed, alsjeblieft. Dank u wel. Zo, Enzo is binnengebracht. Je ziet het. Hij is toegelegd. Tot ziens. En nu ga jij misschien winnen of niet winnen. We zien het wel. Of je gaat winnen of niet gaan winnen. Maar hij is dus binnengebracht. Nu gaan wij richting het thuis. Dus dat gaan we nu doen. En dat we langs de galerij gaan, dat het kort zal zijn. Maar we moeten eerst hier zien oversteken. Dat gaan we verongelukken en dat is ook niet goed. De scholen zijn net uit, dus het is een beetje druk in de Stationstraat. We gaan naar hier, onze galerij. Ik denk dat mensen kennen de galerij. Maar hier is dus de Rijnlandgalerij. En hier kan je dus naar binnen gaan. Vroeger waren er heel veel winkels. Nog maar een paar. Nu is het nog maar een paar winkels die zijn, maar het is wel korter. Dus dat hier een winkel is, een fiets. En ook precies een vertuurtje. Broodjesbar Marie. Staat erop. Ligt hier ook nog. Je mouw staat erop. Wat grappig.
ik weet nog, vroeger kwam hier de Sint. En dan zat die daar, moest je daar aanschuiven. Maar het is er helemaal tijden, hè. Toen was het nog met Zwarte Piet. Dus, daar heb je gewoon een sportwinkel. Toen nog een paar winkeltjes, precies. Het was nog niet helemaal uitgestorven. Dus, het is leuk om hier door te lopen, eigenlijk. Het is wel gewoon dat we nog door kunnen lopen. Dit is een escape room, denk ik. Als je zo zo ziet. Ik weet het ook allemaal niet zo goed, hè. De Resso-centrum. Van die goede eerst, maar je ziet dat wel, hè. Dus. Ik ben erin verboden. Dat zijn we niet aan het doen. Dag, maak dat mondkapje weer af. Er was een aantal dingen binnen besteken, bijvoorbeeld bij het zachtcentrum. Voor mijn derde spuit, die in januari wordt gezet voor de corona. En dus dat zijn allemaal dingen die gaan gebeuren. Dus, je moet weer al ver wandelen. De mensen die zich dan afvragen waar je terecht komt, je komt gewoon aan de markt terecht. Dus meer niet. Want dan mag je meer dat er regenen, mensen. Dan word ik ook nooit snapt. Dus, maakt wel niet zoveel uit. Ik vind de piste staat nog steeds op de markt. Zeker gezien, daarmee moeten wij nu rondgaan. Dus gaan we dat maar doen, hè. Daar hebben we de vorige keer ons briefje binnen gestoken. Hebben jullie kunnen zien in de vlog, als het goed is. Gezien. Ik heb twee versnieken getrokken. En in één keer hard mee. Goed. Ik heb de twee kunnen niet kiezen, helaas. Dus, niks aan doen. Toch is anders. Maar ja, het weer is het weer. Hè. We zijn nog lang niet thuis, dus. Dat is echt wel wat. We lopen hier nu naast het Hotel Ibis. Daar zijn we vorige keer blijven slapen. Voor mensen zijn nog bezig. Dat was kijk cool. Om te mogen slapen. Ja, het was wel een eigen stad, maar het was wel cool. December, dan is onze oma er weer, onze Annie. Dan gaan we weer naar het huis van de Sint, daar ga ik ook een video van maken. Ga ik Enzo ook weer iets maken. Dat kan mee in de vlog gaan komen, dat is altijd heel leuk om hem dan ook hier te zien. Dus. Rustiger straat. Het is korter waar we moeten zijn. Dus. Het is echt. Het is weer. Mag ook wat tellen. Maar ik is het dan wel beter weer. De vierde. Ik kijk er wel heel erg naar uit om met Annie zo naar het huis van de Sint te gaan, omdat dat ook voor haar de eerste keer gaat zijn. En dat gaat ook heel anders zijn, hoe dat mensen gaan reageren. Mensen die er al vaker geweest zijn, ja, die zijn natuurlijk gewoon. Maar Annie gaat dat voor de eerste keer meemaken. En dan denk ik wel dat de reactie van haar echt wel goud waard gaat zijn. Omdat die dan rustig gaat reageren. Ja, op dat vlak vind ik dat wel goed eigenlijk. En dat gaat wel leuk zijn. Dus daar kijk ik wel naar uit. Op de reactie van Annie. Dus dat vind ik wel goed. Ja, je zult al gemerkt hebben dat de laatste tijd niet zo heel veel meer online komt, omdat er ook niet zo heel veel ideeën zijn. Dus natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk, is het alleen een verschil tussen kinderen. Als je kinderen hebt, kun je de kinderen aanspreken om iets te doen. Ik heb dat niet. En ik ben aangewezen
dus af of mezelf en daarmee dat het niet altijd heel gemakkelijk is om ideeën op te sporen. Ik doe wel mijn best voor iedereen, maar het is niet altijd heel gemakkelijk en helaas, het gaat ook niet zo goed bij mij. Het is een beetje moeilijk soms voor mij en daarmee is het ook niet gemakkelijk om dan een vlog. Maar als er speciale dingen zijn, zo lijkt het huis van de Sint waar ik geweest ben, of bijvoorbeeld gisteren met mijn petekindje aan shoppen, of met konijn, daar komt ook nog een lijn, dan film ik dat wel. Maar momenteel ben ik echt wel de rust bezig aan het opzoeken. Ik ben heel blij dat ik fans heb, daar ben ik heel blij mee. Die kent ook altijd. Gisteren ook in het Zwarte Shopping zijn we ook een paar keer herkend geweest. Ik ga altijd op de foto als ik tijd heb. Normaal zouden we woensdag naar Gent moeten, maar dat is ook wel lastig door corona. Dus dat komt er logisch bovenop alle activiteiten. Dat staat sowieso nog gepland. Er zijn nog leuke dingen op gepland. Dus kom je zeker op het kanaal zien wat je hebt gedaan. Er komen wij wel leuke dingen aan. Maar het is gewoon niet altijd heel gemakkelijk om dingen te gaan vloggen. Dingen te gaan doen. Dus daarmee dat ik u nu meepak. Omdat dat wel leuk is voor Enzo om te laten zien van zijn tekening. Is veilig aan te komen. Gaat weer winnen. Weet ik niet. Dat zien we wel. Daar is ook een kijkje op. Daar wordt ook elke dag live gegaan. Kun je ook vragen stellen. En vergeet vooral niet te stemmen op mijn petekindje. Nog tot 31 december. Want het is leuk als hij dat zou kunnen winnen. Superleuk. Hij verdient het ook om die prijs te winnen. Hij is dan ook mijn grote held. Buiten Heidi. Dus ja, zo super zijn natuurlijk. Hier is een school van mensen. Ik vraag, wat is dat? De school, de broederschool, ligt hier namelijk. Dus mensen op deze school zitten. Ik ben gepasseerd, mensen. Ik passeer hier wel vaker. Maar helaas hebben jullie het nu al gedaan met school. Dus gaan jullie mij niet zien. Maar alle hartjes naar jullie toe gericht. Dus de school is al uit. Die hond keek zo. Zo tof. Ik passeer wel vaker aan school en dat mensen dan zeggen, ah ja, ik heb u niet gezien en spijtig. Maar als de school uit zijn, dan is het echt grappig om de 5 stappen op de foto. Ik vind het ook niet erg op zich, op de foto te gaan met fans. Dat wordt ook heel vaak gevraagd, ook in de lives. Vind je dat erg voor op de foto te gaan met fans? Totaal niet. Ik vind dat het leukste wat er is, omdat je ook die mensen dan eens van achter het scherm kunt zien. En dat doe ik met veel plezier, ook een handtekening geven van Polestar. Dus zie je mij als er niet om op de foto te gaan, want ik sta paraat daarvoor. Dus ik zal nooit een foto of zo weigeren, tenzij dat ik echt geen tijd heb. Maar dan is dat echt meestal als ik toch nog ga naar school of zo'n ding allemaal, of dat ik naar Gent moet en de tijd moet hebben. Dus ik heb eigenlijk nooit geweigerd. De lucht is eigenlijk een beetje... Hier zie je zo'n blauwe lucht. En daar heb je die lucht. Gek, hè? Hier zie je natuurlijk raar. Hier is iets blauw. En daar is van die... Ik ga trouwens een poot steken.